Murray is a friend of mine. He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile went away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la la di da. La la di da. Nog een kern van het presidium bezig met de pianoman van Billy Joel onder leiding van onze twee prezissen Tom en Arthur en we begeleiding op het einde van onze kwakke A-werkgroep. Wat is intensiever dan het lijkt? Dames en heren, dit was onze laatste act. En aan het eind van de show als deze gekomen is het niet meer dan gepast dan een aantal mensen te bedanken zonder wie deze show nooit te realiseren zou geweest zijn. Allereerst willen we de directeur Koen Steynhaven van harte bedanken voor al de moeite dat hij in deze show heeft gestoken en hoe goed dat hij ons begeleid heeft naar deze dag toe. En om ons ook toe te laten om een kijkje te nemen in het archief, zodat we deze 25e editie volledig af konden maken. En natuurlijk om ons deze prachtige zaal te kunnen geven. U mag eventjes op het podium komen, meneer.
Het niveau van de wijn die ze geven stijgt ieder jaar. Nu is het een centimiljoen krukken. Dat was vroeger niet het geval. Dat was een klein wijntje, een krubelzwaar. Maar beste ouders, beste vrienden van de school, beste alumni, het is weer fantastisch geweest. Kinder staat het vol. Daardoor duurde het een eindje voor ik hier weer op het podium geraakte. Vol nog met de dubbele van jonge mensen die hieraan gewerkt hebben. Het is volledig in hun handen geweest. Zij hebben het gerealiseerd, georganiseerd. En nu denkt u, wat zit er veel talenten in die school? Dat is juist. Wij weten dat. Hè? Maar weet u dat zij ongeveer de helft van de jonge mensen die wilden meedoen aan de kleine kunstavond, hebben moeten ontgoochelen. Wegens, ja, de tijd of het nummer was nog niet af of zoiets dergelijks. Nee, maar jullie hebben veel mensen moeten naar huis sturen en ontgoochelen. Maar kijk, in het begin van het jaar hebben wij een grote uitdagingenreeks gegeven aan al onze leerlingen. Het zijn er vijf. En één van die vijf, dat was dat zij moesten uitblinken in creativiteit. Zijn ze geslaagd? Ja. Daarom geef ik hen nu de vlag, de kick-off vlag voor creativiteit. Van een stichtingssysteem aangepakt, waardoor wij een heel pak werk zijn uitgespaard en het ticketsysteem zo vlot is verlopen. Dank u wel, meneer Steyaert. Waar is hij? Ik zie hem niet zitten. Meneer Steyaert, zit je in de zaal? En daarnaast Patrick, de conciërge van onze school, die heel veel van zijn vrije tijd heeft vrijgemaakt om deze avond te kunnen helpen realiseren. Dankjewel, Patrick. Daarnaast willen we ook Karel van Parijs en Pieter Dillema, de twee Peters van het Presidium, komen naar voren. En onze nog stressmomentjes kunnen we altijd op jullie rekenen en we appreciëren het echt enorm. Daarnaast willen we Tommy, Tilly en Morgane eventjes naar voren doen en daarna ook de hele kern. Dankzij onze twee prezissen en de secretaris zouden jullie allemaal opgelukt zijn. Dus zeker aan jullie ook echt een dankjewel. En de kern, jullie hebben dat ook goed gedaan. Dankjewel. We hebben in die 6 maanden ook aan ander personeel bij ons op school heel veel gehad. En aan de ene kant zijn dat mevrouw De Klerk en mevrouw Bellaert van de Bali, van de Rode Bali, die jullie allemaal, de leerlingen onder ons wel goed kennen, die altijd klaar zijn om te helpen waar ze konden naast het vele andere werk die ze hebben. Ze zijn hier vanavond niet aanwezig, ze zijn er morgen, maar toch wil ik vandaag al een applaus. Een heel groot applaus, echt wel. En uiteraard de man van het notariaat, onze drukker, Didier, die er morgen ook zal zijn en vandaag niet, die onze programma-boekjes heeft afgedrukt. Onze draklezen, onze posters, alles, die men heeft bergen verzet om al ons drukwerk erdoor te krijgen. Dus een hele grote chapeau aan Didier de drukker. Daarnaast wil ik alle mensen bedanken die dit avontuur allemaal hebben vastgelegd op foto en film. Een dikke dankjewel aan mevrouw Everaert, die zorgt voor de prachtige foto's in het programmaboekje. Daarnaast ook Lorenz Marsch, die
de hele show heeft gefilmd. Maxime Brisse, mama Arnoud en papa Lilan om te komen volgestrekken. Dank u wel. Hun werk speelt zich meer op de achtergrond, maar zij zijn zo'n essentieel deel in onze show dat we zonder hen echt niets zouden zijn. Mevrouw Nolf heeft het daarnet in het stukje dat zij gepresenteerd heeft al gezegd. 25 jaar geleden stond techniek nog echt in de kinderschoenen en het is ongelooflijk wat ze vandaag kunnen realiseren. Dus, de werkgroeptechniek en in het bijzonder de Peter, Rick Provoost en de voorzitters Robbe en Hendrik. Dank u wel. Dan, alsof jullie het klappen nog niet moe zijn, wil ik ook nog een heel groot applaus voor onze KKA werkgroep, onze helden, die hier altijd geweest zijn voor ons. En zonder hen was dat hier ook, ja, weet ik niet mogelijk, maar deze keer mee is, want ze stralen hier allemaal met een mooi kroontje op. We zijn zo trots op jullie, echt. Dankjewel. En daarom een applaus voor de KKA werkgroep. En bijzonder in die KKA-werkgroep zijn twee leerkrachten, twee ferme madammen, die heel veel van hun tijd hebben opgeofferd om heel nauw met ons samen te werken na deze avond. Twee fantastische dames, mevrouw Vossaert en mevrouw Nolf. Heel erg bedankt. Dan willen we nog een laatste keer alle artiesten op het podium roepen en een laatste groot applaus voor degenen die deze show eigenlijk zijn. Onze 72 artiesten. En dan als laatste natuurlijk, de grote kostwinners van het interview, u. Dank u wel om hier te zijn, om te genieten van onze show. Dank u wel. Er zijn nu al heel veel bedankingen en applausen uitgedeeld. Dank u wel. Bijna naar uw handen. Heel veel. Maar de twee belangrijkste mensen zijn we vergeten. Twee fantastische mensen die enorm veel tijd en werk in deze ene, twee avonden hebben gestoken. Bloed, zweet en tranen heeft het hen gekost. Wekenlang hebben ze eraan gewerkt. En nu genieten ze het toch van? Ja, zeker. En vandaag is het ook een dag om te vieren, want we zijn 25 jaar oud. KKA is 25 jaar oud. En zonder deze twee bepaalde mensen was dat allemaal niet mogelijk geweest. So, we are very proud. Even een dag een applaus voor Lilian en Anno! Dankjewel.
Nog één laatste grote buiging voor ons publiek. 3, 2, 1. Je bent zeker later om te genieten aan onze baars van drankgevoer naar huis vertrekt. We wensen u nog een hele goede avond en nogmaals bedankt om met ons deze dag aan te nemen.